is ik. Vandaag ga ik iets doen dat ik al massas lang beloof aan jullie. Namelijk twee dingen. Zowel mijn skincare routine als mijn make-up routine. Ik heb het al gezegd, mijn kanaal gaat niet om make-up. Maar vandaag, speciaal voor jullie, ga ik toch een keer één videootje erover maken. Dus ja, als mijn hoofd lijkt op een rode tomaat, pistolet, whatever, ja, maak er maar leuke memes van. Oké, ik ga beginnen met mijn skincare routine. Het belangrijkste dat ik heb ondervonden voor je huid is gewoon verzorg dat goed in de vorm van kuisen. Weet wel, als je make-up aan doet, doe dat weg met een goed make-up doekje. Ik gebruik er bijvoorbeeld speciaal voor gevoelige huid. En ook al heb je dat allemaal afgedaan, daarom wil ik nog niet zeggen dat het heel in orde is. Dus gebruik nog een extra productje. Ik gebruik daarvoor deze. Ik ga trouwens zeggen, als je die achtergrond lawaai hoort, ze zijn hier namelijk een documentaire over mijn ogen. Zo'n speciaal leven aan het maken. Dat is hier eigenlijk een speciaal productje dat eigenlijk nog de laatste stukken van je make-up dat niet volledig weg is verwijderd. Je hebt daar nog varianten op. Die gebruik ik het meest omdat die ook nog is voor gevoelige huid, die kalmeert de huid. Dus als je like, zo rode plekken hebt overal, helpt dat super goed. Je kunt dat doen met een paar watches of met een hand, whatever. Als dat gedaan is, kun je op je gemak zeggen van kijk, mijn huid is goed. Voordat ik ga gaan slapen, heb ik dan eigenlijk nog hetzelfde op dat ik 's ochtends doe, namelijk een huidserum en een goede crème. En dat zijn die twee dingetjes hier. Zoals je ziet is die al bijna op, die hier eigenlijk ook. Dat is een huidserum. Je hebt veel soorten huidserums, maar ik gebruik deze. Ik vind die echt goed. Je kunt die kopen in een winkel, maar ik weet bijvoorbeeld niet hoe je de naam uitspreekt. Het is met een U en een I, maar ik weet niet of het ui is of wie of oei of... Maar de link van de webshop staat hieronder. Dus ja, ik heb hem daar gekocht, kunnen waarschijnlijk ook bij de apotheek zo kopen. Dat is dus dat. Dat is dus een huidserum. Dat maakt dat je huid gewoon vochtig is, dat die gevoed is. En like, voor mij helpt dat ook op lange termijn tegen rode vlekken. Dus ja, dat is super goed. Dus ja, ik doe dat altijd ook echt onder mijn ogen. Ik weet niet of dat mag of niet, maar... Dat helpt wel tegen mijn wangen, moet ik zeggen. En ook erop. En ook goed ernaast, want ik heb daar ook rode vlekjes. Dus ja, ik doe dat 's avonds en 's ochtends. 's ochtends natuurlijk je gezicht wassen. Als je wilt, kun je dat ook nog een keer gebruiken, maar dat moet daarom niet. En daarna de productjes gewoon. Dat maakt wel dat je gezicht gewassen is voordat je die producten aanbrengt. Heel belangrijk. Ik doe het gewoon op mijn manier. Ik zeg niet dat wat ik doe de juiste manier is voor je huid te verzorgen, maar jullie vroegen mijn skincare routine, dus ik geef ook de mijne. Niet zo de basic dingen. Mijn tweede holy grail voor mijn skincare is, ja, Yves Rocher dagcreme. Ik heb alle soorten. Ik heb ook al meerdere soorten gehad. Ik heb nog dagcreme gehad van de Rituals, van Glamglow. Dat is wel allemaal leuk en zo, maar ik vind die veel beter. Dat is hier ook trouwens een speciaal tegen roodheid. Hoe gevoelige huid die rode vlekken wegdoet. En dus dat kalmeert ook de huid, waardoor dat je rode vlekken eigenlijk zeker 40-50% verminderen. Mensen met puistjes en acne die die video bekijken, je moet niet komen zagen tegen mij van ja, mijn puisten gaan er niet meer weg. Ik zeg niet dat dat producten zijn voor je puisten weg te doen. Ik vertel erbij dat ik heel goede huid heb op het vlak van zo'n ding, want ik heb nooit echt puistjes gehad. En gewoon soms een keer als ik mijn regels heb. Dus zoals dat jullie wel of niet weten, ben ik redelijk tegen shit like Labello en babylips en zo. Vroeger deed ik dat heel veel aan. Ik heb thuis nog superveel smaak. Zo liggen, maar in feite, dat maakt je lippen hoeveel even, maar nadien droogt dat je lippen blijkbaar nog meer uit. Maar ik was dus naar de die geweest en ik leg dat uit dat ik zag, ik wil dus iets dat echt super goed is. En dan hebben ze mij dit aangeraden. En dat is dus eigenlijk iets, mensen die gaan skiën en zo gebruiken dat ook. Dat is zelfs goed voor de zon en zo. Ik heb dat dan geprobeerd en ik moet zeggen, tot nu toe, ik heb echt nog niks gehad dat mijn lippen nadien droger worden. Bij Labello en zo merkte ik dat nadien dat dat weer zo was, maar bij dat echt niet. Dus dat is dus dat, Carmex. Als je het koopt, best potje koopt, maar niet de chapstick, want dat potje gaat nog intensiever werken. Doe me een beetje denken aan Fix. Tot zover mijn skincare routine. Dat is letterlijk alles. Zo simpel. Dus wat gebruik ik? Die twee voornamelijk. Wat moet je ook nog doen natuurlijk? Goeie huid, kuisen natuurlijk regelmatig doe ik. Ik heb ook een keer een gezichtsmasker. Dat doet ook echt wonderen. Zelfs die simpele maskertjes, dat zijn de Claire's verkoop met al die kleurtjes. Ik heb er al veel van mijn kijkers gekregen. Die zijn ook echt zalig. Zo die peel-off maskers. Vind ik de beste. Natuurlijk doe ik soms gezichtscrub. Dat heb ik nu niet mee, maar ik heb ook eentje van Yves Rocher. Gezichtscrub, ja, dat helpt ook altijd. Dat verwijdert je dode huidcel. Nu heb ik iets goed gedaan voor mijn huid en nu heb ik iets heel slechts voor mijn huid. Namelijk mijn make-up. Oké, voor mijn make-up, ik ga het jullie nu al zeggen. Ik heb thuis alle merken dat je kunt voorstellen. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze altijd gebruik. Ik ga dat niet elke dag gebruiken. Ik heb maar een paar dingen van echte merken dat ik gebruik. Ga je zeggen, het is niet omdat de merk is dat daarom beter is. Echt waar. Ik heb dat al ondervonden. Ik heb letterlijk alles geprobeerd. Ik heb
thuis een berg make-up liggen. En ik kan jullie dat gewoon eerlijk zeggen. Het enige waarvan ik echt super tevreden ben en niet zonder kan, is mijn foundation van Fenty Beauty. Je betaalt hier echt niet voor de naam, dat is echt kwaliteit, alles. Ik begin altijd met een goede concealer, want ja, met mijn roodheid. Maar nu doe ik dat wel steeds minder en minder, ik ga daar eerlijk over zijn. Maar toch, als het nodig is, en ik ga dat nu dus doen voor jullie speciaal, gebruik ik deze. Die is van Bourjois. Je hebt concealer dat je eigenlijk gewoon op je plek moet doen, like onder je ogen of op je buisjes of zo. Maar dat is echt die waarmee dat je hele gezicht gewoon kan inspireren. Dat is super goed. Dus ja, altijd hun vooruit gebruiken natuurlijk. Oké, ik ga gewoon random een beetje op mijn hoofd leggen. Ik weet niet als je al een verschil ziet, kan niet zeggen dat mijn huid egaal is, maar die plekken zijn toch serieus verminderd. En dat is gewoon concealer, dat is niet eens foundation. Eigenlijk ergens kan niet zeggen dat ik mezelf haat, maar ik heb dus echt een belofte tegenover mezelf gebroken. Dat ik nooit make-up routine video's ging maken, maar kijk, here I am, tearing some shit on my face. Maar het is speciaal voor jullie. Allee, het is niet omdat ik zeg dat ik iets niet ga doen, als jullie daarachter blijven vragen, dan denk ik gewoon van, oké, het is dat gewoon. Als ik jullie dat blij mee kan maken, dan is dat altijd mijn doel. Oké, dus nu zit ik eruit met de pannenkoek. Nu ga ik mijn foundation aanbrengen, zoals ik zeg, Fenty Beauty. Als je gewoon blank bent, kijk, pak voor de zekerheid kleurtje 150. Ik ging eerst 140 pakken, maar dat is zo ietsje te warm, dus ja. Ik breng dat niet altijd zo aan, dat is gewoon omdat ik nu minder handen heb, moet mijn spiegel vasthouden en zo, dus. Oké, normaal doe ik er echt niet zoveel aan, maar als dat zo op mijn gezicht doe, denk ik dat ik hier heb gedaan, kijk, dat is echt niet inschat hoeveel je er uiteindelijk aan doet. Voor mijn contour, ik ga zeggen. Ik heb dus ook van alles uitgetest van producten, duur, goedkoop, dit, dat. Ik zeg, ik heb in Benidorm op zo'n random rare supermarkt van een Pakistan gewoon zo'n bronzer gekocht. Zoals je ziet, dat was maar 3,50 €. Maar nu, tegenwoordig gebruik ik gewoon dat nog. Als er hier van die make-up sloeries aan het kijken zijn die er alles van kent. Nogmaals, ik heb geen beauty channel. Voor mij moet het niet mooi zijn. Het is eindresultaat op dat. Ik doe het gewoon voor de beter, bla bla bla. Ik doe het niet voor het te doen. Ik doe het gewoon om te tonen hoe dat ik het doe, want is dat dat jullie wel mee. Nu doe ik trouwens blush aan. Ik ga ze niet zeggen welke dat is. Dat is van Wet n Wild. Kun je misschien niet meer zien. Dit is echt super goed, past bij redelijk veel make-up looks. Ik ga gewoon de linkjes zoeken van alle producten als ik het vind en het hieronder zet. Ik begin na dat gewoon altijd met mijn ogen. En daarvoor gebruik ik altijd een primer. Ik ga eerlijk zijn, deze komt gewoon van de kruidvat. Je kunt dat overal kopen, maar hallo, hoeveel betaal je niet voor een primer? Die kost hier maar €1 en een zweet of zo. Dus ja, of €2, ik weet het niet. Is super goedkoop. Dat zorgt ervoor dat de kleur van je oogschaduw mooier uitkomt en ook minder in strepen is. Want soms als ik iets probeer te blenden en ik heb dat niet aan, is dat... Allee, ik ga niet zeggen een streep, maar ja, het is een streep. En dan over naar de oogschaduw. Ik denk dat ik zonder liegen thuis meer dan 60 oogschaduwpaletten heb. Dat is niet te doen, mijn maat komt er zot van. Sorry, smeer me, maar ik weet dat je ook aan het kijken bent. Maar ik heb één favorietje en daarmee bedoel ik, je kunt die elke dag gebruiken. Want het zijn redelijk neutrale kleuren en die is niet in België te verkrijgen. Ik heb hem al een tijdje, namelijk de Sephora Pro Palette. Ik ben super blij, want die is een keer uitgekomen ooit. En je kon die dan nergens krijgen, ook niet in Frankrijk. En mijn vriend was toen toevallig op reis naar New York. En had toevallig al heel veel hints van mij gekregen van dingen dat ik wou. En ineens haalt hij dat uit. Coole kleurtjes, de koude tinten gewoon. En die ziet er dus langs binnen zo uit. Ik ga gewoon een basic make-up look doen dat ik toch wel redelijk veel doe. Als ik zo gewoon ga werken en het moet simpel zijn, gebruik ik toch wel meestal zo bruine tintjes. Dus dat ga ik ook doen vandaag. Voor mijn oogschaduw mensen, heb ik één super goede brush. Dat is zo in de vorm van een contourborsteltje. Die is zo lekker schuin afgesneden. En ik ga je eerlijk zeggen, dat komt van AliExpress. Ik ga de link hieronder zetten. Je hebt 4 borsteltjes. Ik ga ze nog één ervan gebruiken. De andere 2 gebruik ik niet. Ik begin met een standaard laag. Ik ga dit kleurtje pakken. En dan, kijk, op het pikbriefje noemt het kleurtje Flex. Een beetje lichtjes in doppen, want die pigmenteert massas hard, die palet. En dan kun je gewoon dat diepste stuk in die spleet steken tussen je oog en je ooglid. En zo gewoon lichtjes wrijven. En oké, veel wrijven dat dat mooi open gaat. En zo heb ik al mijn onderste laagje. Dus in feite, als je kijkt naar de borstel, dat diep stuk, dat langste stuk, oké, het is nu niet zo scherp. Kijk hoe. Dat doe ik zo onderaan. En dat plat stuk meer langs boven. En zo kun je dat echt mooi openwrijven. Ook van AliExpress, of ja, eigenlijk
Zuva of whatever dat je het uitspreekt, borstels. Maar ik ga niet liegen, ik heb ze ook op AliExpress besteld, mensen. Soms mag fake wel een keer. Daarvoor ga ik gewoon dat simpel bruin kleurtje hier gebruiken. Espresso, leuke naam, want het lijkt er ook echt op. Gewoon lichtjes in dotten, want dat pigmenteert ook massa's hard. En dat lijkt nu dat dat de gluten is, maar je kunt dat nog wel open wrijven. Dus dat is echt wel voor Indisch pleten wrijven. En dat kun je dan nog altijd zo wat uitveven zo. Eigenlijk voor oogschaduw, als je echt mooie overhangen en zo wilt, is het belangrijk dat je veel borsteltjes gebruikt. Met één borstel ga je niet veel kunnen doen. Oké, dat is nu nog helemaal in Google, maar ik heb dus nog niet geblend. Dat ga ik jullie nu al zeggen. Tot de binnenkant van mijn oog. Dat kleurtje vind ik hier wel mooi. Dat is zo'n soort van roze, bruin, glitterachtig kleurtje. Super licht. Ga ik kijken hoe dat noemt. Rosé. Dus ja, rosé wijn, dat kleur. Doe nog niet heel mijn ooglid. Gewoon de binnenkant tot halverwege. Dat was trouwens ook met zo'n borsteltje van Zuva. Al de borsteltjes dat ik gebruik voor mijn oogschaduw van dat setje eigenlijk zijn deze drie. En dan nog de wenkbrauwborstel. Ik ga ook een linkje naar die borstels hieronder zetten. Dus je hebt hier eigenlijk de Soft Definer. Die heb ik net gebruikt voor de binnenkant van mijn ooglid te doen. En dan heb je hier nog de Luxe Smoky Shader. Die gebruik ik dan eigenlijk meer voor de buitenkant van mijn ooglid te doen. Dus ik ga terug dat kleurtje espresso gebruiken. Want ik wil altijd dat dat hetzelfde kleur heeft. Like dat ding waarmee dat ik mijn crease gedaan heb. Dus ik ga er dat lichtjes over wrijven. En dan gewoon zo een beetje overhang maken. Dus dat je gewoon lichtjes naar binnen toe wrijft over de andere kleur en een mooie overhang. We zitten hier met die lelijke rand, dus we gaan dat eigenlijk een beetje op wrijven, dat dat mooier wordt. Eerst en vooral ga ik weer die eerste borstel pakken, die is schuin. Ik ga hetzelfde roze glitter pakken, het kleurtje rosé. Zoals jullie weten maak ik echt veel speciale looks met superveel kleuren. Als jullie willen dat ik zo'n look in een video doe, mag je dat zeker vragen. Maar zoals ik zeg, is het nu gewoon echt standaard, redelijk basic. En dan ga ik in een ietsje bleker bruin. En dat kleurtje noemt Hot Chocolate. Daar stop ik zo'n klein beetje de langste kant van mijn borsteltje in. En dan ga ik eigenlijk terug hier gewoon in die crease. En dan laat ik dat zo lekker een beetje uitlopen, omdat die zijkant hier zo ietsje donkerder is. Dus nu ga ik dit borsteltje gebruiken. Dat is eigenlijk gewoon een rond borsteltje. Ook van dat stukje van AliExpress. En daarmee blend ik dus gewoon altijd. Je kunt die gebruiken zonder make-up op, maar ik pak gewoon altijd zo'n licht kleurtje. Pak dit kleurtje hier. Oké, de andere kant vind ik ook altijd heel belangrijk. Niet alle mensen staan met oogschaduw onder de ogen, maar ik vind dat wel iets leuks om te doen. Dus ga ik ook gewoon terug het kleurtje espresso pakken. Dat is ook een borsteltje van AliExpress, maar het is eigenlijk niet zo'n goed borsteltje. Ik ga zeggen, pak gewoon iets dat zo redelijk plat is. Maar ik gebruik nu wel altijd dan, maar gewoon te lui ben voor een ander borsteltje thuis te pakken. Dus ja, en dan ga ik zo gewoon echt zo onder mijn onderste wimper zo, lekker een beetje lijntje. Like, ja, je kunt dat ook gewoon met eyeliner doen, maar ik vind dat mooier met oogschaduw. Soms gebruik ik ook gewoon een oranje oogpotlood en dat doe ik daar ook nog onder. Soms doe ik gewoon like basic oogschaduw aan en wil ik het toch wat specialer maken door onderaan ofwel oranje oogschaduw of oranje oogpotlood te gebruiken. Wat is er nog belangrijk aan de ogen? Natuurlijk mascara. Ik heb al alle soorten mascara's geprobeerd. Momenteel ben ik deze aan het proberen. Dus dit zijn mijn ogen. Oké, mijn wenkbrauw. Ze zijn nu zo natuurlijk alsof dat maar kan. Uit mijn hoofd, kijk, hup, die zijn natuurlijk. Ik heb die niet laten kleuren. Zoals je ziet, ik heb gewoon een donkere haarkleur van mezelf. Dus zijn mijn wenkbrauwen ook donker. Als ik iets aan mijn wenkbrauwen doe, gebruik ik twee productjes. Namelijk een potlood. Dat potlood ga je sowieso nergens mee kunnen kopen. Want het is een van toen mijn moeder nog jong was. Maar dat gaat super lang mee. Maar pak dus gewoon een wenkbrauwpotlood en alsjeblieft pak je eigen kleur. Sinds jij echt bleek zit dat wel donkerder, maar voor wenkbrauwtips moet je het niet bij mij zijn. Dus dan aan nog andere mensen voor. Oké, en dan kleur ik soms nog gewoon een beetje met dat product zo er rond. Niet langs binnen, want die hebben allemaal kleuren. Dat is ook van Bourjois. Gewoon hier aan de zijkant maak ik dan ietsje langer en ietsje hoekiger. Dus gewoon dat minste kleurtje is eigenlijk poeier, gewoon daar een beetje in doppen. Oké. Dan nog het leukste van heel de make-up natuurlijk, highlights. Ook bij deze kan ik jullie zeggen dat ik al alle soorten gebruikt heb. Die van Rihanna ben ik heel tevreden over, maar ik heb één favoriet, zou ik niet geloven.
Ik vind hem zelfs nog beter dan Mary Luminizer van de Balm. Ik heb één keer een besteld op AliExpress. Deze zoals hij ziet is die al bijna op. Ik ga de link hier zeker onder zetten. Ik weet niet of je meerdere kleuren hebt. Indien wel, ga ik de naam van mijn kleur erbij zetten. Ik weet niet of jullie dat goed gaan zien. Ik weet het, die is echt wel. Wow. AliExpress, die mensen. Ik bedoel, voor 1 euro kun je eruit zien met een donut of zo. En je was heel goed donut. En natuurlijk ook altijd op je neusje. Je neus lijkt dat dunner door, denk ik. Lipstick doe ik ook veel aan. Nu ga ik dat niet doen, want ik heb hier niet direct die lijnen. Maar dat is gewoon nog een beetje Carmex aan doen. Voilà, en dat is dus ja, mijn make-up routine. Als ik echt zeg van ik ga make-up aan doen, doe ik dus gewoon het allemaal. Als je nog meer vragen hebt of zo, mag je het zeker laten weten. Als ik dat nog moet doen, mag je het ook laten weten. Ik zeg wel niet dat mijn kanaal in een make-up channel gaat veranderen. Maar like, als jullie dat nog willen dat ik doe, wil ik dat zeker wel doen. Like, bijvoorbeeld als er een speciale look is dat je op Instagram ziet en je zegt van boom wil dat zien, vraag het gewoon. Goed, oké. Ik hoop dat ik jullie blij heb kunnen maken. Mijn linken staan hier natuurlijk ook nog altijd onder. Oké, totdat ik er weer eens zie, met of zonder allemaal make-up shit van AliExpress. Doei!